wij zijn onderweg naar camping Meisterhof in Twingelo, toch? Ja. Ja, dit is onze vierde vlog. En we nemen jullie mee naar het Twingelerveld. Ergens zitten we dichtbij, volgens mij. We zijn er bijna. We moeten nu nog 11 kilometer rijden. En dan arriveren we. Gearriveerd op de nieuwe camping in Drenthe en we hebben net de caravan neergezet, maar we gaan eerst even wat eten en daarna gaan we weer verder. Ik heb de slingers opgehangen voor Nelly, happy birthday, om toch een beetje de verjaardagstemmingen natuurlijk in te houden. En dan gaan wij lekkere pannenkoeken eten, want dat is mijn lievelingseten. Nee. Ja. Nee, dat lust jij ook graag, toch? Mm-hmm. Nou, dit is onze plek. We gaan zo meteen nog wel even wat beter laten zien als alles een beetje op zijn plaats staat. De auto staat er nu nog bij de caravan, omdat er nog spullen in liggen. Maar hierachter zit de parkeerplaats. En daar moeten wij dan de auto neerzetten, want het is een autovrij park. Dit is het veldje. Het is erg rustig hier. En daarachter zit het sanitair gebouw. Dus dat is super dichtbij. Dat is ook altijd prettig. Volgens mij hebben we wel een leuk plekje. Lekker zonnig is het nu. Nelly zit nog wat te rommelen in de caravan. En ik ga ook maar even verder, want oh ja, hier staat onze tas met waskleren. Die gaan we weer nog even uithangen, zodat het kan drogen. Want dat was niet helemaal gedroogd op die andere camping. En dan ga ik straks even een lekkere bakkerij opzoeken. Een bakkerij. Een bakkerij. Een bak met bie. Om een heerlijk gebakje even te kopen. Dat hoort er natuurlijk ook bij op de verjaardag. Ja. Dus dat gaan we doen na het eten. Ja, daar staat hier, en wacht even hoor. Er staan hele leuke uitjes in. Het is pas in september. Wacht even, ik zal het even uitleggen. Ze zegt tegen mij, dit is zo'n leuk boekje. Dit is nou echt een boekje. Als we dan thuis zijn en we willen ergens naartoe en we weten niet waar naartoe, kunnen we in dit boekje kijken. En ik zeg, nou ja, laat dan eens even weten wat voor uitjes daar dan bijvoorbeeld in staan. Nou, wat zegt ze? Nou, hier is bijvoorbeeld, dat is bijna, want dat zie ik nu pas, dat is in juli, een dag braakballen pluizen. Nou, jippie ja jee, een dagje braakballen pluizen. En hier heb je bijvoorbeeld een, wat was dat nou? De dag van de braakballen. Nou. En dat is diverse stadtijden. Dus. Ik kan niet wachten. Dat is 11 augustus. Nou, mensen niet met z'n allen tegelijk er naartoe. 11 augustus, dagje braakballen pluizen. Nee, dat is op 15 juli. Oh. Nou, dan hebben wij vakantie. Nou, is dat even mooi. Dan hoeven we dat niet te missen. Huh? Nou, als je nog een mooi uitje tegenkomt, laat het de AUB weten. Ja, komt goed. En in Bijlen. We hebben net boodschappen gedaan. En we zijn bij de Action geweest. We hebben een leuk vloerkleed gekocht. Dat gaan we jullie zo laten zien.
We zijn nu op zoek naar een bakker voor Nelly de verjaardag. Voor een heel lekker gebakje. Hopen dat we iets vinden, want Nelly heeft net gevraagd aan iemand uit Albert Heijn waar een bakker zat. En toen werden we deze kant op gestuurd. Dus we zijn benieuwd. Nou, we zijn heel Bijlen afgereisd voor een gebakje. En volgens mij heeft Nelly nu wat gevonden. Waren er nog gebakjes? Ja. We waren net bij een bakkerij en daar waren ze net opgeruimd. Nog nooit van gehoord dat je... naartoe je die opruimt, waar je die neerlegt dan. Ja, inderdaad. Nou, laat eens zien. Kunnen ze ook leren. Laat eens even zien. Voilà, karamel en advocaat. Nou, dan weet ik al welke voor jou is. De advocaat. Wat nee. Vind jij lekker? Nee, andersom. Mis. Nee, is voor het eerst de potty aan het vullen. En bedankt. En bedankt. En ik zit te kijken of het goed gaat. Nou, normaal gesproken doe ik dit. Dit was ook jouw taak. Maar Nelly zegt, ik wil dit ook leren. Nou, ik zeg, ik hou je niet tegen. Omdat ik jarig ben, mag ik dit niet doen. Hè? Mooi cadeautje. Ik ben niet meer jarig. Nou, ja, eigenlijk wel. Volgens nee, je bent niet meer jarig. Hoe laat is het? Het is al over 12 uur. Nou, ja. Dan sta je dus gewoon dit te doen. Ja. Nou, de onderkant is gevuld. Op het werk zijn stagiaires. Die moeten ook alles onder toezicht doen. Nou, zo voel ik me nu. Ja. Nou, de onderkant doe je met de groene toiletvloeistof. Ja, dat heeft voor de afval, dat heeft ze gedaan. En nu moet je de bovenkant vullen. Ja, dus die klik je erop. Goed zo. Zo. Ja, zit die goed vast? Weet ik veel. Normaal wordt dit je even voor gedaan. Maar dat is het beste om het zelf uit te vogelen. Bij normale mensen. En er... Nee, nou, je zou zo medelijden met de krijgen, hoor. Ze krijgen hulp en... Waar is de roze spul? Of moet je dat ook allemaal zelf weten? Wat er staat. Het is mijn eerste dag hier, ja, het mag wel iets sneller, hoor. Okay. Je haar zit ook helemaal... Helemaal haar in de war. Verwilderd. Nou, komt-ie. Wat is dit een rotfles om te gieten? Ja. Hoe doe ik dat? Gadver, ga je het opvangen met je hand? Ja, goed zo. Hoeveel? Stop maar, stop. Ja, stop. Het ging er een beetje overheen. Ben ik nu gezakt? Nee hoor. De rest mag je vullen met water. Nou, dit is een vullen van een portapotty. Hij is nu klaar voor gebruik. Ik ben nog niet klaar. Momento. Je kan het natuurlijk ook in een kopje doen. In plaats van in de portapotty. En drink je het op, dan hoef je het ook niet naar het toiletgebouw te brengen. En dan drink je gewoon lekker op. Naar de recycling. Lekker hoor. Zouden meer mensen moeten proberen, nee. Het schijnt heel gezond te zijn, hè? Of de urine drinken. Het is wel een beetje troebel. Goedemorgen. Het is donderdag. Wij zijn net wakker. Het is 10:30. En onze eerste nacht op deze camping is goed bevallen. We gaan nu even onze tafel verzetten naar de zon toe. Het ei. Dan gaan we lekker in de zon zitten. Dit is trouwens ons kleed. Dat hebben we gisteren gekocht. Eet smakelijk. Onze schoenen staan nog steeds te drogen hier in de zon.
Het is nu ondertussen 2 dagen terug dat ze zijn nat geregend en ik heb nog niet echt het idee dat ze iets droger worden. Komt dat ooit nog goed? Nee. Nee, komt dat nooit meer goed? Nee. Nou, gelukkig heeft Nelly al haar schoenen meegenomen. Ik zei met het inpakken nog, wat moet je nou met zoveel schoenen? Nou, wees maar blij dat ik ze toch maar in die auto heb gezet. Maar nu ben ik blij dat ze ze heeft meegenomen. Als Stu. Nelly die zit zich voor te bereiden op vandaag. Fiets wandelroutes Meistershof. Wil je fietsen? Nou, je wordt niet meer gefietst. We hebben toch een regencape gekocht? Of hoe heet zo'n ding? We hebben een poncho gekocht, dat klopt. Een blauwe. Ja, voor het geval dat we weer in een wolkbreuk terechtkomen. Ja. Ja. Het is tijd om even de afwas te gaan doen. Nou, we hebben van een dag opgespaard, want je moet hier betalen voor warm water. Gewoon omdat je te lui was. Kijk, en we werken hier ook met sleutel, met een ophangsysteem voor de sleutelhangers. Zo kun je zien hoeveel mensen er in het toiletgebouw zijn. Maar dat is wegens corona. Kijk. Oh ja, dit is chemisch toilet. Dan kan je mooi daar lezen. Ja, ja. Nou, dit is de... Oh ja. We hebben dus een pas meegekregen. Wacht. Deze. Want ik wil bij 1. Dus dit is de pas. Oh, je moet daar een schakelaar omzetten, zie ik nu. Nelly maar heeft hier al een keer afgewassen. Nog, ik, niet, niet. Nog niet ervoor doen. Eerst met koud afspoelen. Oh, ze moet eerst koud afspoelen. Dat zei mevrouw gisteren tegen mij. Nou ja, moet niet, maar ook nog warm. Maar die kraan gaat steeds uit. Oh ja. Ja, zo zie je maar weer. Alles duurt gewoon een uur langer op de camping. Ja. Dit had je normaal gesproken in de afwasmachine gegooid. En dan was je nu al lekker, zat je nu al lekker op de fiets. Ja, dan moet je thuis blijven. De dagen zijn zo om op de camping. Maar ik zeg het nu een beetje... Ja, hoe zeg je dat? Negatief. Ik zeg het nu alsof ik dat niet leuk vind, maar... Dit is voor mij echt een vakantie, gewoon lekker relaxed. Ja, want heb je enig idee hoe laat het is? Je gooit het zo in de kastjes. Dit is het veld achter ons. En dit is volgens mij ook een beetje het middelpunt van de camping. Daar zit het sanitair gebouw. Het nieuw sanitair gebouw. Dus wij lopen een paar meter extra. Om bij het nieuwe sanitair gebouw te komen. Dit is de receptie. Je hebt hier ook een winkeltje. Een snackbar. En pizza's kun je volgens mij ook afhalen. Het is wel leuk opgezet. Volgens mij is het een boerderij of zo geweest. Hier heb je nog een plek om te picknicken. Een jeu de boel plaats. Wij zijn een fietsroute aan het doen. En een fietsroute van 27 kilometer. We zijn net begonnen. Hopelijk deze keer zonder regen.
Maar het weer ziet er goed uit. Het is hier erg druk. Allemaal mensen die natuurlijk vrij zijn met de hemelvaart. Maar die staat niet. Ik moest mee van jou. Ik heb op mijn rug. Nee. Ja, ja. Wat heb je bij je? Een telescoop? Een telescoop. Kijk uit, naar rechts, want er komt een auto langs. Ali's raamt er, omdat die statief uit mijn rugzak hangt. Hè? Als een soort wapen. Zelfbediening. Bonjour, wat wil je? Doe mij maar een keer peer. Ja, moet hierin? Ja. We kwamen dus tijdens de fietsroute een boerenijs tegen en daar kun je dan een zelfbediening. Dus ik heb de peer genomen. Wat heb jij? Oreo. Ja. Lekker landelijk hier. Schapen op de achtergrond. En daar heb je de ijsbediening. Dit wordt mijn eerste keer dat ik een hunne of hunnebed ga zien. We hebben de hunnebedden gevonden. En er zijn hier twee stuks. En dit is de eerste. En daar in de verte, daar zijn ook nog hunnebedden. Vrijdag. Het is vrijdag en wij doen een wandelroute rondom Dwingelo. We zijn net begonnen. Het is een wandelroute van 12 kilometer. Dus we hebben nog een flinke afstand te gaan. Maar wij hebben er weer zin in. Toch, Nel? Ja. Bij de Bosbergtoren in Appelscha. Oh, hij is gesloten. Hier zijn we de vorige keer ook al geweest en toen was hij ook gesloten. Ik wilde eigenlijk een keer naar boven klimmen. Maar helaas, het feest gaat weer niet door. Dit is de tweede poging nu. En ik denk dat het hier ook bij blijft. Er staat helaas, de toren is nu gesloten. Ja, misschien. Misschien qua tijd. Het is 6:30 in de avond. Dus misschien is hij daarom wel gesloten. Ja, heel jammer.
Jammer. Ik kan helaas niet het uitzicht filmen over Appelscha. Helaas. Jij baalt zeker ook heel erg, of niet? Heel erg. Ja. Omdat ik zo gek op torens ben. Weet je, achter die laatste toren. We hebben de vorige keer een toren in Appeldoorn. Appeldoorn. In Apeldoorn beklommen. En daar hebben we een week spierpijn van gehad. Nou ja, helaas. Dit feest ging niet door. Nou, wij gaan weer richting de camping en dan gaan we lekker eten. Ik ga eerst douchen. Ik wil even je gaat varen, eerst douchen, oké. Onze laatste avond op camping Meisterhof. Nelly is weer aan het koken. Wat eten wij? Deze keer eten wij boontjes. Nee. Sajoer boontjes. We hebben twee keer spaghetti gegeten deze week. En één keer rijst met kikkererwten. En we merken dat we het best moeilijk vinden om een gerecht te bedenken op de camping. Normaal gesproken hebben wij HelloFresh. Dus dan zijn we er eigenlijk niet mee bezig. En nu moeten we elke avond natuurlijk een gerecht verzinnen. Nou, en vandaag kwamen we dan op het idee om boontjes te gaan eten. Nou, ik verlies wat rijstkorrels voor de konijnen vannacht. Ja, wij hebben konijnenkeutels voor de ingang van onze caravan. Hier liggen ze. Of het is dus, van een ander dier. Of van een ander dier, geen idee. Nou, wij gaan lekker eten. Ik ben benieuwd hoe dit smaakt. Morgen is het weer tijd om te vertrekken. Het is de laatste avond hier. En dan zit onze vakantie er bijna op. Maar volgend weekend gaan we weer dus. Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk. Eet smakelijk. Onze vakantie zit erop. We rijden op het moment de camping af. En we gaan naar huis toe. Toe houden ze ook alweer lekker, toch? Ook alweer lekker. En dan volgend weekend gaan we weer op pad. We hebben ook een lekker huis, dus dat scheelt.